Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. En Quinn, where are you man? I'm at the house of Pim. Yo. En dit is Pim. En kijk eens jongens, als gear. Pim ligt hier. En het komt omdat vandaag begint het, denk ik. Vandaag? Gisteren, vandaag. Nou ja, vandaag begint het voor mij en voor Pim denk ik ook. Pim jongens, succes deze week, want hij moet de hele week mensen gaan filmen. De hele week, elke dag moet hij... De hele dag gaan filmen en ik ga vandaag een dagje mee. En daarvoor heb je dit allemaal nodig. En een dildo. Ja. Mooi. Maar in ieder geval, ik was alweer gelijk iets vergeten, namelijk mijn SD-kaart. Dus dat was een beetje dom. Maar ik heb nu die van Pim geleend, dus ik kan toch wel filmen. En ja, we gaan nu niks doen. En uiteindelijk moeten we straks ergens heen. Dat is over een uurtje ongeveer moeten we naar de plek. En als we daar zijn... Ja, dan zijn we er en dan gaan we feesten ofzo. Ja. Feestje? Oh, joh. Vandaag komt Ronnie Flex en Dennis Strop. Dus dat wordt heel leuk. En ja, Pim gaat filmen. Doe een duimpje omhoog. Ja. Als je het leuk vindt. Als je het nu al leuk vindt, moet je een duimpje omhoog doen. Als je het niet leuk vindt, dan moet je abonneren. Ja. Dat is zoiets. Ik win even de verkeerde sleutel in de scooter. Ik wil gaan een stukje scooter rijden. Uh-oh. Wat leuk. Ik weet echt niet hoe dit moet, hè. We moeten zo. Oh, oh. Waar is de standaard? Je hoeft dat ding niet te neuken, hè? Ja, hij zit al lang vanaf. Echt? Ja. Oh. Echt? Ja. Je moet nu gewoon achteruit, maar dat is best zwaar. Want je hebt een eigen kel gemaakt. Hier, geef me, ik doe het af. Ja. Dan draai hem. Pim is namelijk een hele sterke jongen. Gast, dit wordt helemaal niks. I can fly. Dat was heel erg leuk, jongens. Dat is echt heel erg leuk. We gaan nu onderweg naar het feest. Let's do this, guys! Let's do this! Jongens, we zijn backstage en ik mag hier eigenlijk niet heen waarschijnlijk. Maar Pim wel, want Pim die werkt hier een soort van. Eigenlijk wel vrijwillig. En hier is backstage ruimte. En wij gaan nu ergens heen. En zometeen gaat het feest beginnen. Dus dat wordt heel erg gezellig. Ronnie Flex komt. En I don't know, man. I have a really sin in. Yeah. En dit is de plek waar alles gaat gebeuren. Daar lopen chickies en... Ja. Free food. Free cool food. Dus people changing like the seasons. Niet normaal over het veld. Net als een heel echt pak. We hebben een team. Tot zometeen, Quinn. Moet je even mijn vlog kijken? Ja. Promotie. Oh. En people changing like the seasons, they never given reasons. Was something I believe in, this is only where it begins. I'm thinking back to what we had before we got this close. Ain't much. Please, 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 please,
Kusje de heb je. Uitgeschreven. Ik weet niet of hij dit eruit knipt. Quinn, kom. Flex is nu aan het optreden. Quinn moet de hele tijd met mensen op de foto. Hij heeft geen tijd om video's te maken, dus dat doen wij nu. Wij dat even doen. Ja, en ja. Oké, okay, hier daar bij het podium heb je Ronnie Flex. Daar staat ergens Ronnie Flex. En daarnaast heb je een groepje, daar staat Quinn met zijn fanbase of wat het ook is. Dus ja, ja daar, Quinn heeft geen tijd om te volgen, daar moeten wij wat even. Jij gaat voor mij filmen? Ik ga voor jou filmen. Het ding is best zwaar. Hoor. En nu gaan we weer naar Ronnie Flex. Yay. Duimpje omhoog, abonneer en ja. Hoe vind je het, Quinn? Ik vind het wel leuk. Loop nu backstage. Zijn we bij de kleedkamer aangekomen van Dennis, Dennis Strop. Zoek op internet. Ja, rustig. Ik vind dat net hartstikke druk op te vloggen. En nu rust, dus nu kan hier komt Quinn weer. Hey. Zo jongens, het is enorm druk hier al. Ja. Het is gewoon druk, het is gewoon echt. Er zijn fucking veel mensen. Het is wel vet. Ik moet straks nog gewoon even. Ja, maar ik moet gewoon even nog met Ronnie Flex op de foto. Maar dat moet gewoon nog even gebeuren, ja. Maar die andere gaat blowen, die heeft echt geen zin in, volgens mij. Ja, dat was wel grappig. Hij was helemaal aan het blowen aan backstage net, waar ook het helemaal. Dat mag je niet zeggen. Wat rij je trouwens een mooie auto, Ronnie? Ja, dankjewel. Ja, jongens, het is me gelukt. Nou, dat zal Wim heeft me geholpen, ik ben op de foto geweest met Ronnie. En iedereen hier zo, bedankt allemaal. Het is me gelukt. Yeah. Ik ben nu met hem op de foto. We gaan nu even naar Rodi zijn huis. En dat is die andere gast. En dan gaan we even chillen. We zijn bij Rodi thuis aangekomen. Dit is Rodi. Hi. Dit wil ik niet. Rodi is alcohol. Copyright. Rodi is alcohol. Gaan we straks nog iets doen eigenlijk? Ja, we gaan zo met eten en dan gaan we vanavond Marco Borsato. Marco. Marco, wordt leuk. Ik ga die moet naar huis zijn. Ik stuur Quinn beelden van Marco Borsato, dat gaat hij misschien in volgende, of hij knipt dit er nu uit. Gaan jullie het zelf zien. Hier hebben we stickers van Dennis Strop, dat is de DJ die jullie net zagen. We maken alleen maar reclame in deze video. Dit is Rodi's evenementbureau, dat is voor hem. Ja, check hij wil niet op film. Check het. Copyright. Hij organiseert vette feesten, dus dan als er eentje is, laat ik het ook wel weten. En Quinn ook, hoop ik. Hier. Dit is zijn kamer. Ja, hier slaapt hij ofzo. Lopen we nu even door. Wat is hier? Zijn kast toch? Je kast. Hier heeft hij een inloopkast. Nee, dat is een soortje. Ja, maar ik film het wel. Nou, dat is hier zo. Dat is ook heel mooi. De wc waar de magic happens. Dat is het toilet. Waar is dat? Ik loop even naartoe. Douche is omhoog. Zit hier ook een douche? Ja. Oh mijn god, ze hebben hier gewoon een douche. Ja, dat is een douche. Ik volg mij ben ik nu helemaal niet scherp. Ik kan niet zien of ik scherp ben, want ik heb zin om het schermpje uit te klappen. Ja, ik ga stoppen met filmen. Waar is het licht? Oh, Quinn en ik willen naar de McDonald's gaan. Er zijn weer fans op de foto willen. Oh, we gaan ook naar de McDonald's. Oh, gezellig. Dan komen jullie tegen. Komen jullie nog? Willen jullie wat leuks zeggen in de vlog? Ja. Hoi. Hoi. Ga je naar de Woerdense vakantieweek of niet? Ja, we zijn net geweest. Maar je gaat vanavond niet? Wel, ik ga vanavond. Hey. Oké, okay, nou. Ik zou snel een foto maken, want hij gaat zo weg. Maak foto. Quinn, laat een foto. Ja. Ik film het. Jij moet toch maken? Ik maak wel foto. Oh, ik maak wel. Oh ja. Wel, doe dat alsof jullie het leuk vinden. Al een tientje daar gaan. Nou, hey, ik zie dat het 10 euro jongens zit. Kost precies 10 euro die foto. Hoe willen jullie dat ik een foto maak? Nog een 5 jaar. Ja, zo of zo? Ja, zo. Bye bye. Je klikt gewoon door nu, hè? Nou, doei. Oké, ik weer ga backflip doen. Aan de kant. Ik ga een backflip doen. Dit gaat helemaal fout, gast. Doe nou niet. Stop. Tesla, je staat. Hij lukt er gewoon. Nee, jullie knippen eruit. Ja, ik ken jou ook. Lachen. Ik heb tegen jou tennis. Box. Ah, geu, kennen. Ja, nu ga ik weer eten. Ik ben aan het knoeien. Yo mensen. Mensen. Shoutout naar Pim. Shoutout naar Pim. Pim is echt de cameraman. Yo man. Ik heb een beeld. Yeah. Dit is ook voor mijn vlog, hebben mijn kaartje erin. Alright. Yo Pim vlog. Yo, kijk eens op Pim verlaat.
Kind verlaat. We delen de beelden. We delen de beelden. Het is fucking druk bij de McDonald's. Ja, niet normaal joh. Het is echt allemaal kind. Quinn is op zijn bek gegaan. Ik ga even heel gay rennen. Ik kan niet rennen. Wacht, zeg. En toen ging hij zo. Dan het er wel uit. Dat is wel handig. Super. Geen ja, dat heeft geen zin, want het standaard dat werkt tegen. Oh. Geen per ongeluk. Kijk, het was hier glad. Ik weet niet of geen rijwijs dat zie je. Nee, maar het was hier glad. Ja, wie gaat er nou hier rijden? Je mag hier niet eens rijden. Het staat aan een bord. Had je moeten kunnen zien. Hij staat op slot. Ja, maar je hebt gelijk op stuurslot gezet. Ja, maar dat deed ik niet eens voor reis. Ik neem hem gewoon uit. Jawel, nee. Wat vind jij hiervan? Ja, maar jawel, geef even je mening. Hij kan gewoon niet rijden. Op de weg ging het heel goed. Zoals jullie net zagen was ik even gevallen, maar dat maakt niet uit. Het ging gewoon niet zo goed. Ik was zo aan het rijden en ineens zo de laatste, echt, ik ging nog geen 5 km per uur. En toen ineens zo van, what the hell happened man? En toen viel ik. Maar dat maakt niet uit. We zijn weer aangekomen bij het feest en vanavond gaat Marco hier iets doen. En Maan komt ook. Ik weet niet of jullie haar kennen, maar ik wil even nog met haar op de foto als dat kan. En ja, mensen, ik wil ook wel eens met mensen op de foto. En nu is er namelijk iets leuks. Net kwamen we bijna niet binnen, hè. We werden helemaal tegengehouden en zo. En hoe heb jij nou geregeld dat ik uiteindelijk wel binnenkom? En dat is niet vandaag gebeurd. Dat is niet vandaag gebeurd, maar een andere keer. Maar vertel maar. Het is een beetje awkward. Kijk, je mag niet zomaar vrienden of zo, mag niet zomaar meenemen. Dus ze zeiden van, als je een partner hebt, dus als je een relatie hebt met iemand, dan mag je niet meenemen. Want ik krijg een soort paspoort toe of zo, ik weet niet of het. Ik krijg een pasje dat hij naar binnen kan. En ja, ik heb geen vriendin, maar ik wil wel gewoon met iemand naar binnen. Dus ik vroeg ook, Quinn is fan van Ronnie Flex. Ja, nou ja, een beetje fan. Dus ik vroeg Quinn mee, maar dat mocht ze eigenlijk niet, want je moet een relatie hebben. Dus toen vroeg iemand daarvan, heb je een relatie? Want ik wil zo'n pas. Ik zei zo, ja, ik heb een vriend. En er stonden allemaal mensen. Dat was echt niet fijn. Allemaal mensen in één keer zo. Keek hem zo aan, zo van, what? En ja, dat lijkt me ziek awkward. Hij was ook helemaal rood volgens mij. Maar, dat is echt tof van je. Hij is al binnengekomen. Ja, inderdaad. En nu zijn we voor een dag homo. Ja, voor deze dag. En hier zit trouwens een sick huisje, kijk hè. Er zit gewoon een huisje daar. Daarachter zit het huis, hè? Dit is het huisje niet, dit is het tuinhuisje. Ja, dit is zeg maar een soort tuinhuis gewoon aan de water. Maar dit water is niet zo heel mooi. En trouwens, nu staat de zon hier vet, dus we gaan nu even een foto maken. Ik moet filmen. Ja, oh ja, Pim moet filmen, hè. Hele avond bij Marco Borsato's. Ja, de hele avond, hè. En niet alleen vandaag, de hele week lang. Allemaal vrijwillig. Dus dat is wel tof van Pim, maar... Dat is niet tof voor mij. Dat is niet tof voor hem. Hij vindt het eigenlijk gewoon echt kut. En alleen donderdag, dan is Dance Event, dan is het wel leuk. Maar voor mij weet ik niet of ik er dan ben. Misschien ben ik dan weg. Maar anders ga ik wel proberen te komen, hoor. Ja, anders ga ik wel komen. Als ik er ben, hè. Als ik er ben. Ferry en Roodje zijn er ook dan. Ja. En okay, hij komt misschien. Yay, we gaan een foto maken. Zien, vlog. Wow. Zo, het is tijd om naar huis te gaan. Nou, naar huis. Ik ga ergens anders heen. Maar daar komt morgen een vlog van online. En dat wordt super nice in ieder geval. Maar vandaag was ook echt heel erg leuk. Het was echt geweldig. En Pim heeft een mooi shirtje. Dat moet hij wel aan hebben. Want hij werkt een soort van. Kut. Ja, kut gewoon. Maar ja, je maakt wel leuke dingen mee, zoals met Ronnie Flex. Ja, dus hij ziet gewoon ook wel wat mensen. En helaas kon ik er niet bij zijn dat Maan opging. Maar Pim gaat wel wat filmen voor mij. En dan kan ik dat waarschijnlijk wel gebruiken. Dus in ieder geval, heel erg bedankt. En later. Oké, wacht. Hoe ging die? Oké. Ik doe dat nog een keer, nog een keer. Oké. Nog één keer. Helemaal zo. Stop hem maar gewoon, het werkt niet, hij kan hem niet. Oké. Okay. Doe hem even rustig, Ander. Oké. Okay. Nee, gewoon ga je het ook filmen. Oké, nog één keer. Oh! Oh, oh! Hey, later hè. Ja! Ik ben er eindelijk. Het duurde echt vet lang en ik zat net in de vorige trein. Toen moest ik vanaf Woerden naar Utrecht Centraal en die had vertraging. Echt iets van 5 minuten en daardoor kon ik mijn andere trein niet halen, zodat ik op tijd kwam. En dat ik er veel eerder was, want nu ben ik echt een half uur later. Terwijl ik daar op Utrecht Centraal echt maar 4 minuten moest wachten. Terwijl ik daar op Utrecht Centraal maar 4 minuten hoefde te wachten. Maar dat komt omdat... Dit was een sprinter en die andere was een intercity. Dus ik moest iets van 20 minuten langer reizen of zo. En op
Utrecht Centraal een paar minuten wachten. Maar als het goed is word ik nu opgehaald door Enzo. Maar ik weet mijn god niet welke kant ik op moet gaan. We gaan het zien. En dan zit de dag er ongeveer weer op. Oh jongens, je ziet daar echt nog de zon. Dat is super vet. Bij mij ziet het een beetje oranje uit, bij jullie een beetje geel. Maar En daar is de tas. We zijn.